En drie keer raden welke kant die waterbollen op. Wow. Ja, het gaat goed. Oh, oh. Nee. 22, lekker jongen aan jongens. Ja. Aangezien Jan Julius alle ballonnen tegelijkertijd in zijn shirt heeft gehouden, betekent dat al deze ballonnen niks waard zijn. Nou ja, wat wel verdacht was, is dat mensen heel erg graag bij de laatste Eurovisie als antwoord wilden geven, terwijl er duidelijk niet alle nummers over Eurovisie gingen. Wat hier is van Stam. Esther, jij zet dat goed. Is dat goed? Ja, ik moet hierin. Zeg even iedereen wat er staat. Ja. Vandaag gaan er twee personen naar huis. Helga? Ja, dat is Jezus. Hij kan niet meer anders. Dag 2 is eindelijk voorbij. Het was een lange en zware dag voor de kandidaten. Niet alleen duurde het lang voordat alle opdrachten gespeeld waren, ook vielen er 2 mensen af. Jan Julius en Helga moesten helaas het spel verlaten. Maar ook voor de kandidaten wachtte nog een verrassing. Want dag 2 is eigenlijk nog niet voorbij. Wat schijnt het tot doen? Je kans is zojuist van 1 op 8 naar 1 op 4 gegaan. Bij ons centraal dus, of is dat zo'n hele fout? Wie denk jij dat de mol? Nou, we kwamen terug. We hadden even wat gegeten. Ik had met Tijn en Esther in de auto gezeten. Iedereen was super duper moe en toen kregen we een appje van de productie van straks nog even niks doen. Want we gaan nog even samen de avond afsluiten. Nou, wij komen aan en we gaan zitten. En er wordt gezegd van nou, we moeten even draaien, want er gaat zoiets gebeuren. En opeens komen JJ en Helga eraan. Ja, dat was bijzonder. De avond waarop iedereen dacht dat de eerste 2 kandidaten van de Mol België Nederland waren afgevallen. Maar ineens staan Jan Julius en Helga weer oog in oog met de medekandidaten. Sterker nog, één van hun krijgt de kans om terug te komen in het spel. Die opdracht was een verrassing. Ik had wel even zitten rekenen en ik wist al wel dat er iemand terug zou komen, maar ik wist niet wanneer. En ik dacht ook eigenlijk dat de eerste 2 afvallers gewoon echt meteen afgevallen waren. Dus ik zat eigenlijk al met de 5 naast mij die eventjes de 6 waren. Dus het was een beetje omschakelen, om het zo maar even te zeggen. En de manier waarop we een van de 2 terug mochten halen was enigszins zwaar op het geweten. Jan Julius en Helga komen zo meteen iedere keer tegen een andere kandidaat te staan. Iedere kandidaat komt dus een keer aan de beurt. De kandidaat die tegenover Jan Julius of Helga staat, heeft 2 kistjes. Eentje met plus 100 euro en de andere met min 100 euro. Als ze willen dat de kandidaat terugkomt in het spel, dus Jan Julius of Helga terugkomt in het spel, dan zullen ze hem het plusgeld moeten geven. Maar dat betekent dat er 100 euro uit de pot gaat, want de kandidaat aan de andere kant van de tafel incasseert min 100 euro. Geven ze Jan Julius of Helga de min 100 euro, dan gaat de 100 euro weer in de pot. Isa, gaat u staan. Plus 100 en min 100 euro. De vraag is van jou, denk je dat Jan Julius jou gaat vertrouwen of niet? Goed over nadenken.
En bepaal zelf waar jij welk biljet in wil doen. Even kijken. Ja, wat ga ik er ook? Ik ga. Ja. Ik zei eerlijk tegen jou, ja, als er iemand uit moet, ja, dan ik maar. Maar dat is, ja, dat is ook omdat ik het jullie allemaal gun. Maar ik gun het mezelf ook, maar als er iemand uit moet, ja, dan dacht ik, nou ja, dat is ook mijn manier om er om vrede te houden. Omdat ik het bij misschien al een beetje zag gaan. En dan moet ik me graag zien, maar tegelijkertijd. Als ik er dan uit moet, dan niet op deze manier. En zeker niet als ik het zo gezellig met jou heb gehad. Dus ja, ik snap dat het misschien oneerlijk voelt dat ik misschien nu meer informatie heb. Maar je weet ook dat ik die gewoon met jou zou delen. Ik ga ook gewoon de kist die jij mij geeft, ga ik gewoon pakken. Omdat ik jou vertrouw en anders, ja, dan is het jouw keuze. Dan zou ik dat jammer vinden. Legt het maar bij mij neer. Nou ja, ik weet maar niet. Maar wil je blijven? Ik wil graag blijven. Natuurlijk leg ik het bij jou in, want ik weet niet wat er in de kist zit. En ik vertrouw jou. Ik kan moeilijk. Ja, ik wil die kist wel openmaken, maar dat mag niet. En, nee, maar ik kan ook niks zeggen. Ja, dat zou ik jammer vinden. Maar ik kan ook wel wat zeggen, lief. Dat kan ook. Dat zou ik ook jammer vinden. Ja. Ik gun jou om terug te komen in het spel. En als ik een keuze moet maken, dan kies ik voor jou omdat ik meer had aan een spontje dan met Helga. Dus daarom zou ik je willen helpen. Moet ik wel zeggen, ik vind het jammer als daar wat geld voor uit de pot zou moeten gaan. En ik weet niet in hoeverre überhaupt dat iemand terugkomt dat het een gewin is van mij. Maar er komt sowieso iemand terug. Weet ik, dus daar kan ik niks aan veranderen. Ik wil jou wel eerlijk zeggen. Wat het is, waar je in zit. Okay. Maar dan wil ik wel dat als jij terugkomt, dat je dan gewoon weer normaal doorgaat met ons spontje zoals we deden. Natuurlijk. En dat je ook iets deelt over wat je hebt gedaan in je test. Dat heb je al gedaan, weet ik. Maar ga je doen. Dit is de plus. Dit is de plus. Ja, deze moet ik dan pakken. Mijn. Nee, jij moet ook het plusgeld hebben. Jij moet ook het plusgeld hebben. Dat betekent dat. Ja. Jij moet plusgeld. Ik moet deze hebben. Jij moet voor mijn belang moet ik deze hebben. Okay. Mag je hem openmaken als je kijkt wat erin zit? Dankjewel. Dat betekent dat er 100 euro uit pot gaat. Hallo. Ben je oké? Okay? Ja, het is niet de leukste proef voor mij. Snap ik. Ik ga het heel simpel houden. Als je terugkomt, mag ik mijn vraag blijven? Nee, sorry. Oké. Hier zit het geld in. Deze moet ik hebben in mijn land. Dit is het geld en dit is mijn geld. Dus die moet jij hebben in jouw land. Dankjewel. Pas 2, dat betekent timer. Sorry. 100 euro. Uit de pot. Dankjewel. Hallo. Wil jij het zeggen? Ja. Hoe gaat het? Gestrest. Oké. Okay. Kan je misschien daarvoor zeggen. Maar ik heb geen leuke proef, maar. Wil je? Ja, ik wil wel graag terugkomen. Hier zit plus en hier zit min. Dus ik moet die donkerder hebben. Ja. Dankjewel. En ik vind het heel lief dat je er geen groot ding van maakt. Okay. En daar zal ik er wel van geloven. Dankjewel. Ik ga nog naar een keer van de lopen. Dankjewel. Dat betekent Stan wel 100 euro uit de pot. Hoi, nee. JJ, hoe is je naam? Gestrekt mag op laat, dus ik. Ja, ja, het is voor mij ook laat, dus ik gun jou zeker alles, dat weet je. Ja. Dus vertrouw me nou eens. Ik ga zo. Ik wil, we hebben al veel gedeeld, dus dat doen we ook niet te doen. Ik ga sowieso delen wat ik weet. Ja. En ik ga sowieso ook een doosje pakken wat je ook me aanwijst. Ja, ja, je wilt plusgeld. Ja. Plusgeld zit in dit. Dankjewel, Maarten. En we gaan elkaar gaan doen. Ja. Leuk je dat maken, man. Aantrouw. Zeker weten. Eerst goed slapen. Yes. Martin, dat betekent voor jou wel 100 euro uit de pot. Ja, heel graag gedaan. Ik wil je wel zeggen waar het geld in zit, maar dan wil ik, als je blijft, wil ik er iets voor terug. Iets van informatie. Ja, ik kan bijvoorbeeld wel iets daarvan prijsgeven. Nu wel. Nee, ik vertrouw jij als jij mij vertrouwt. Nou ja, ik wil alleen maar zeggen, ik vertrouw jou. Des te meer, nu ik weet wat ik weet. Oké.
Als we dan gewoon een down, als jij blijft een gesprekje kunnen voeren. Ja, absoluut. Absoluut. En ik vind het ook leuk om hier te blijven. Dus super lief van jou. Dan mag je die pakken. Dankjewel. Hier zit met een pluskaart, dus dat is goed. Ik hoop heel erg dat ik het goed zeg. Maar ja. Dankjewel. Toch? Dankjewel. Esther, wat betekent het voor jou wel? Rond euro uit de pot. Ja. Ik ga jou vertellen. En wat je ermee doet, moet je zelf weten. Oké. Ik heb daar 100 en daar 900. Deze moet ik pakken. Ik aardig van je dat zeg. Mag ik lezen? Deze is van. Dit is wat jij er van. Ja. Sorry man. Is oké. Okay. Dat betekent, die van voor jou, 100 euro in de pot. Goed gedaan. Je mag het even naar de pot. Yes. Ik ben eerst. Ik wil niet tegen liegen, maar ik ga je ook niet waarschuwen. Dus ik wil je eigenlijk gewoon laten kiezen. Ik mag nog eens vragen naar iemand. Ik wil gewoon niet liegen. Ik heb echt geen hoofd aan. Ik ben Jan. Dat is ik heb niet gezien, sorry. Ja. Plus. Dat is Isa voor jou wel om min 100. Nee. Is dat het? Ja, waarom? Ja. Wie gaat het van? Wie gaat het van? Ja, natuurlijk. Ik ga je dat de deal geven als net gedaan. Als je mij die vragenlijst stuurt, als je terugkomt, dan geef ik je een goede doosje. Okay? Is dat een deal? Dus gewoon de vragen die je zelf hebt beantwoord. Als ik die krijg, als je terug bent, dan geef ik je een goede doosje. Dit is hetgeen met geld en zien wat je hebt. 100%. Hetzelfde deal gedaan en ik wil geen onderscheid maken. Tijmer, dat is wel weer 100 euro uit de pot. Wil je terug in het spel gaan? Ja, natuurlijk. Ja. Is het best een keer zo? Wat heb je? Ik heb het niet gezien, Helmer. Goed? Yes. Zal je weten wat het betekent, hè? Ja, wat begint. Ik hoop dat je weet dat je me kan vertrouwen. En ik zal je even een kijkje kistje laten zien wat voor jou het beste is. Ik gun jou een plusgeld. Ik hoop wel dat wij dan in het vervolg van het stoos erin blijven. Dat we wat gegevens uitwisselen op serieuze manier. Minstens twee zonder iemand erbij. Als jij dat belooft, dan doe ik dat even een kistje. Dan is. Het drama. Als het lukt, een aantjes. Oké, jullie mogen beide terug naar jullie respectieve groep. Nou, je hebt even een beetje pech dat je als tweede bent. Want ik dacht, ik heb net de waard gesproken tegen Jan. Maar ik merkte dat ik dat toch wel eens moeilijk vond. Ik dacht, ja, dan speel ik ook niet voor de pot. Dus ik heb besloten om jezelf te laten kiezen. Sorry dat jij als tweede bent. Maar dat is voor mij nu even het eerlijkste wat ik kan doen. Dus je mag zelf kiezen. Ik snap dat het lastig is. Zo. Dan mag je wel weer terug. Ja. Ik heb... plus en min. En ja, klopt in jouw ogen. Zo. Jullie mogen allebei terug naar de groep. Heel erg jullie dus. Deze zes andere kandidaten hebben jullie lot in hun handen gehad. Ik zou eigenlijk willen dat jullie zelf even laten zien wat jullie gekregen hebben. Helge, hoeveel groene blaadjes heb jij? Vijf. Jan, jullie, hoeveel groene blaadjes heb jij? Ook vijf. Dat betekent dat we een sudden death gaan spelen. Jullie twee gaan een sudden death spelen. Jullie gaan nu in jullie eigen handen hebben wie er naar huis gaat.
Okay. Zometeen gaan we het spel Deal or No Deal spelen. Yes? Eén van jullie pakt een kistje en mag die openmaken. Zonder dat de ander het ziet. Jullie gaan een overleg. En de andere persoon aan de overkant mag bepalen of die zijn eigen kistje openmaakt. Of ruilt. Degene die het groene biljet in zijn handen heeft zometeen, komt terug in het spel. Duidelijk? Ja. En wie pakt het? Dat gaat de rest stemmen. Heeft iemand van jullie voorkeur? Pak het. Heb je zelf voorkeur om te starten of niet? Wilt er één iemand van jullie graag starten en is de ander dan oké mee om niet te starten? Ik denk dat mijn voorkeur gaat naar degene zijn die kan kiezen of die ruimt. Ja, mij ook denk ik. Oké, dan gaan we stemmen. Toch? Ja. Want hou de handen Ja. Kijken. Moeten we het even kiezen? Ik pak hem wel een kistje. Oké, okay, even wachten, dat gaat helpen. Jij mag even hier naast naar de keuken, zodat je zeker weet dat je niet ziet dat je nu is overkwart. Oké, Helga, jij mag terugkomen. Je mag het andere kistje in je handen pakken, niet openmaken. Ik zou zeggen, succes, ga dan handen. Niet eens hoe ik deze andere handen nu moet doen. Ja, ik weet ook niet of ik het zeg. Oké. Okay. Nou, dan mag je kijken wat er niet. Gefeliciteerd, jongens. Bij deze terug in het spel. Ah, ik heb wel een hele show meegemaakt. Ja. Nou, echt wel. Ik wist dat waarschijnlijk zouden we niet heel veel te zeggen hebben hier. Omdat ik nog met andere kandidaten zit die ook iets doen. Dus uiteindelijk dat mijn stem heel veel gaat doen, dat wist ik niet. Toen heb ik wel een heel kleine beslissing gemaakt, namelijk dat geld me hierin niet heel veel uit zou maken. En dat ik de keuze bij hun wil laten. Dus JJ heb ik wel nog gezegd van ik wil wel een dealtje met jou sluiten. Dus dat hebben we ook gedaan. Maar bij Helga, ik had niet echt, ja, ik heb haar gewoon niet geholpen uiteindelijk. Ik heb wel bewust JJ gekozen omdat ik met hem al een beter bondje had dan met Helga voorheen. En ik nu dus hem ook kon vragen om het gewoon door te zetten als hij wel terug zou komen. En daar ging niet mee akkoord, dus dan heb ik eerlijk gezegd waar de plus lag. Nou, niet echt per se een tactiek. Maar op een gegeven moment waren wij zo druk bezig met die bakjes dat we toch maar een tactiek bedacht hebben. Om ervoor te zorgen dat iedereen net zoveel geld heeft, zodat we bij die extra ronde uitkomen. En ja, dan moest er toch een keer gelogen worden. En zowel bij Jan Julius als bij Helga heb ik dat gedaan. Dat vond ik best heftig om te doen, om te liegen. Ik denk dat ik dat tot nu toe wel het moeilijkste vind wat ik gedaan heb. Maar het is wel gelukt. Het doel is bereikt. Ja, dat vond ik al geweldig. Het zijn twee leuke mensen, dus ik hartstikke moeilijk om te kiezen. Dus ja, dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb ze gewoon gezegd van ja, ik vind het zo leuk dat jullie terug kunnen komen. Ik gun het jullie allebei. Laat het lot maar beslissen. En ja, dat vond ik wel echt fantastisch dat Helga toen terug mocht komen als een van de oudjes. De kandidaten reizen verder in Wallonië, het Franstalig gedeelte van België. Ze gaan naar Charleroi. Charleroi was een stad die vroeger bekend stond om de handel in kolen. Maar vandaag gaan de kandidaten op zoek naar de mensen die er wonen en gaan ze kijken of ze elkaar kunnen vertrouwen nadat ze een persoonlijk voordeel hebben gezien.
Goedemorgen. Welkom in Charleroi. Een stad die ik bijna mijn bek niet uitkrijg. Zijn jullie allemaal een beetje bijgekomen van gisteren? Yes. Gelukkig. Die zijn er met 7. En degene die naar huis gegaan is, was natuurlijk jullie penningmeester. Dat mogen jullie zo even gaan doen. Maar er moet wel nog iets verrekend worden. Gisteren, tijdens de vorige opdracht, is er heel, ja, best een aardig bedrag de pot uitgekomen. Dus ik neem deze 1000 euro zelf mee. Ik zeg succes met jullie penningmeester. Ja, maar wacht even. En ik duik het goed. Ja. 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 Ja.
deed die envelop sowieso al niet meer verder mee met het spel. En uiteindelijk kwam je dus uiteindelijk met een envelop in je handen waarvan je niet wist, tenminste niet zeker wist wat erin stond. En toen moesten we als groep 3 kiezen die we daadwerkelijk zouden verzilveren, zeg maar. Dan, wie wil het even kiezen? Ik wil graag de envelop met de meeste keuze hebben. Dus ik was zo van, wie wil de eerste envelop pakken? Hi, Jari. Lik op vol, even op het zomer. Ja, ik had geen keus, want ik was als laatste aan de beurt. Dus ik kreeg eigenlijk gewoon maar de envelop die over was. Draai jullie om, kijk in de envelop. En toen ik hem openmaakte, ja, toen schrok ik wel een beetje, want ik had min 500. En dat, ja, dat is toch wel een, best wel een sleutelpositie, als je het zo mag noemen. Nou, ik had 1 joker, dus ik dacht pakken wat ik pakken kan. Dat is ongeveer zo slecht, dus dit kan bijna niet, behalve geld dan. Dat was wel even een mindfuck. Spelletje, omdat het, ik had niet een hele denderende envelop. Ik had €250 en ik dacht, er zijn vast betere dingen, denk ik, hierin. Dus ik was niet zo heel enthousiast. En daarna, wanneer iedereen er een gepakt had, moesten we omdraaien, kijken wat erin zat en vervolgens gaan onderhandelen. En na 10 minuten moesten we kiezen om er 3 open te maken. Nou, ik had een theorie. Want op de geldbiljetten stonden teksten in andere talen. En ik had die door Google Translate gegooid. En toen stond er op 1 biljet veel geld verdienen. En op een ander biljet ongeopende enveloppen.
Dus ik wilde die theorie testen door gewoon niet te kijken in mijn envelop. Want er hoeven er maar 3 gekozen te worden. Dus dan is het niet erg als één iemand niet in zijn envelop kijkt en dan gewoon niet gekozen wordt. Want dat hoeft niet. En dan starten jullie 10 minuten om te overleggen in 3, 2, 1. Succes! Het is toch leuk om te zien hoe iedereen dan zo'n eigen maniertje heeft van onderhandelen, liegen. Ja, je ziet het gewoon in hun ogen dat er iets is met zo'n envelop. Dus dat was echt super interessant. Heb ik mijn 2 jokers afgestaan voor 2,50. In de hoop dat Tijmen zover kreeg om die envelop open te krijgen zodat wij de buiten konden delen. Nou, het was eerst best wel chaos. We wisten natuurlijk niet wat er in de enveloppen zat. En ik wilde eigenlijk proberen 2 jokers te pakken te krijgen. Ik had geruild met Ivan en Ivan had 2 jokers. En ik zei tegen Ivan, als je nou zorgt dat ik mijn envelop kan openen, dan hebben we allebei een joker. Dan geef ik 1 joker aan jou en heb ik 1 joker voor mezelf. Dus dat was dat plan. En ik wist eigenlijk niet wat ik ermee moest doen. Dacht ik van, nou weet je wat, ik ga kijken hoe een ander reageert. Dus heb ik geruild met Isa. En die wilde heel graag ruilen met mij. Daar kwam ze 2 keer om vragen. Ik dacht, nou prima. Hebben we geruild. Maar ik moet zeggen dat ik mensen heel moeilijk te lezen vond. En de mensen die ik vertrouwde, die zeiden allemaal tegen mij dat ze geld hadden. En nu ik het weet, klopt het ongeveer ook wel. Dus daar had ik niet zoveel aan. Dus van die andere mensen moest ik het hebben. En toen uiteindelijk was Martin alleen nog maar over en die had minder geld. Aan het begin van het spel heeft eigenlijk iedereen in zijn envelop gekeken, behalve Stan. Die besloot, ik ga niet kijken. Dat viel een beetje in het verkeerde keel, dat heb ik ondervonden. Vond ik echt een hele goede keuze, maar daardoor werd ik dus juist heel nieuwsgierig van wat er in die envelop zat. 10 seconden, deze persoonlijk openmaken. Nee, hij mag er niet openmaken worden, pas na de 10 seconden. Mag ik dan even stoppen? Oké, even stoppen. Ja, ik wil ook deze. Nee. We moeten stoppen. Niet open. We moeten grote kring. Dan succes met kiezen. Okay. Als we gekozen zijn en niet openmaken, ik wil eigenlijk alleen weten welke 3 gekozen zijn. Oké. We hadden 6 en we hadden 7. En toen op het einde gingen we nog even... Omdat Helga zei dat het een groepsvoordeel was. Ja. Oh, sorry. Oh. We gaan de dichter dan. Bij deze. Oké, die hebben we dan. Maar dan doen we dus 5 niet. 6. Nee, doen we die van jou dan? Vind die van mij prima? Ja, nou, ja. Nee, goed. Nee. Nee. Ja. Ik zou sowieso dan 6 doen. 6. Oké. Nou, ik weet niet waar je hierin zit, dus je weet. Kan ook negatief zijn. Oh. Ja, deze lijkt me ook goed, hoor. Deze vier. Ja. Nou, als ik nu zeg dat hier... Ik zou deze wel doen. Als ik dit voordeel nou deel met anderen, zit er niet eentje in. Ik weet niet wat hierin zit, ik weet wel wat daarin zit. Kijk, het ding is... Ik denk dat het heel veel ook niet leuk gaat doen, maar ook niet qua mondjes, dat denk ik niet. Daar heb ik vermoeden wat erin zit en dat zou ik doen. Je hebt een vermoeden. En anders moeten we echt voor het onbekende kiezen. Dit maakt mij wel. Het is nog steeds even waarvan we niet weten, want niemand... Ja, is ook wel erg... Vind ik ook wel een goede. Ja, maar nee... Wel. Ja, dat kan alles zijn, maar dat kan wel. Ja. Ook voor mij een nadeel. Ja, nog even wachten. Ja, maar... Ja. Doe die maar. Prima. Okay. Dus sowieso die. Geld. Die? 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 En die? Ja. Oké, okay. Dan wil ik uitlopen van degene die hem niet open gaan maken. Oh. Ja. Oh. We gaan even eerst even kijken. Wat jullie niet krijgen. 3. Dit is nummer 3. Dat hebben jullie niet open gemaakt. Wie had? Daar zat in. 500 euro voor de boek. Zo. Dan heb ik nummer 1. Ja, ook niet gekozen. 2 jokers. Oef. Ook niet het spel in. Nummer 4, 1 joker. Hmm. Ook niet het spel in. En dan als laatste nummer 2. Min 500 euro. Nee. Dat is okay. Nice. Okay. Dus die is eruit. Ik stap uit en dan laat ik jullie zelf ondervinden. Zullen we die als laatste doen? Ja, dat is leuk voor de spanning. Oké, dan gaan we van hoog naar laag. Dat vind ik leuk. 7, 6 of 5.
Oké, okay, nice. Dat is okay. Nice. De opbrengst van de volgende opdracht wordt verdubbeld. Oh, oké. Okay. Nice. Netjes. Okay. Nice. Belangrijk. Belangrijk. Goed gaan. Ja. Ik vind dit heel spannend. Oh. Ik ben een beetje bang. Een rood scherm. Wat? Oh, fuck. Oh, my god. Oh, my god. Dat is echt dom. Oké. We spreken even en ik zie je straks. Wauw, Esther. Oh, wat is jouw handgeving? Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, ja. Oh, nee, wat is dit? Snap ik. En ik dacht, ja, laten we die gewoon openmaken, want dat lijkt me hartstikke leuk. Maar ik ben vaak niet haantje de voorste, dus ik hield me toch een beetje op de achtergrond. En uiteindelijk kwam die envelop dus ineens bij mij terecht, want nou ja, het moest geruild worden. En toen hebben we gezien wat er uit die enveloppen kwam. En dus één was €250 en eentje was verdubbelaar van de prijs van het volgende spel. En toen had ik dus een envelop met de vrijstelling. Dat was raar. Ik was blij, maar je voelt je ook een beetje bezwaard of schuldig of zo. Van, oh shit, ik heb hem. Heb ik hem niet afgedwongen? En toen dacht ik, nee, ik heb dit gewoon verdiend. Het is gewoon geluk geweest. Maar blij natuurlijk, ja, dat die €500 niet uit de pot gaat. Want ja, we spelen voor een grote pot. En ja, ik gunde ook eigenlijk ook wel Esther de vrijstelling. En daarom wilde ik ook dat haar envelop werd geopend. Ik had zelf al zoiets van tevoren bedacht. Van er zou maar zo eens een vrijstelling in kunnen zitten. En van alle andere kandidaten met wie ik gesproken heb, kwam niet het antwoord van, zit er echt iets speciaals in je envelop? En toen dacht ik van, nou, dan moet eigenlijk de laatste envelop een vrijstelling zijn. En ik wil dus daarom ook dat het geopend zou worden. En dan dat Esther de vrijstelling kreeg, vond ik hartstikke leuk voor haar. Would you dance in it? Would you dance in it, in it? Oh, sunshine, you are my sunshine. Kandidaten, tijd voor jullie laatste opdracht hier in Charleroi. Zometeen zullen jullie op zoek moeten gaan naar verschillende mensen. Jullie krijgen een lijst mee en daar staat precies op welke mensen je zoekt. Rond haar heeft. Zwarte schoenen aanleggen vandaag. Met die mensen moet je een foto maken. Per foto die er aankomt, die levert €100 op. Maar er mag maar één foto. De eerste foto die ingediend wordt bij mij, die is geldig. Dus wordt er een tweede foto ingediend, dat er niet meer mee. Succes! Bij de laatste opdracht van vandaag gingen we foto's maken. Op basis van opdrachten die we kregen. We moesten door Charleroi rondlopen en mensen gaan aanspreken. 3, 2, 1, succes! Oké, okay. Ik wil ook voorstellen dat we op een gegeven moment groepjes wisselen, want ik zou bijvoorbeeld ook wel een keer met Sam willen of zo. Ja, oké. Okay. We moeten nog wat afspreken. Ja, ja, kijken ik we wel. Ik ben er nog niet, hè? Maar we kunnen wel vanaf onder beginnen. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Ja. Oh, dan gaan jullie niet hoger dan. Dat zien we dan wel. Van 18 jij in het midden. Dan zien we in de foto wel welke. Ja. Nou ja, iemand die een Audi eigenaar is, dan zie je dat. Iemand die een Audi. Ja, zullen wij een kant op? Gaan wij die kant op? Ja, is goed. Ja. Ja. Doei. Doeg. Van daarin. Van daarin. Dat we daarin gaan. Ja. Hey, ik heb al opgezocht. Wat mag ik op de foto met je? Betekent in het Frans. Puis-je prendre une photo avec toi? Oké, het zijn 25 dingen. Wat betekent dat ik in het midden zit. Dus dan moet ik 12, 13 doen. Dus iemand die een schoenmaat heeft van 40 of hoger. Iemand die 30 keer kan opdrukken. Iemand die een grap vertelt waar Yari van moet lachen. Hier staat iemand. Kaal, was het kaal? Even kijken. Iemand die kaal is, ja. Ja. We gaan het vragen. Ik heb een take picture. We moeten weer allemaal op aflopen, is dat niet wat heftig? Ja,
Ja. Laat even. Kijk, mama moet elkaar. Ik weet niet of je het Engels kan natuurlijk. No. Hij wil niet op het korte. Oké. Audi. Is dit toch een Audi? Oh nee. Jawel, nee. Oh, nee, grapje. Wow, even, Audi is toch die vier rondjes? Ja, die was hem. Wat vinden we van deze man? Ja. Oh, ik heb een keer ja, weer een geval. Like the size? Yeah, yeah. No, sorry. Like, size. 37? 43. Wat kan het ook vertalen? Kijk, maar die moeten we een foto maken met zijn. Jongens, ik heb 43. Kijk, er is 43. 43. Yes. Can we please take a selfie with you for a game? Oh, nice. It's like, thank you. Dat had ik. Dan snap ik. Oh, ja, is goed. Oh, ja. Ja, is goed. Die schoenen wel op. Oh, wacht, heb jij hem? Moeten wij er ook op? Nee. Nee, ik ga gewoon een foto. Moeten wij? Thank you so much. Merci. Ik zei het ook enger, maar dit is heel. Ja. Dat is nice. Je vreesde er wel voor. Ja, nee, ik voelde me ook al aankomen dat dit gedoe wordt. Maar ik ben wel blij met wat we nu hebben, zeg maar. Iemand met rood haar. Ik denk dat dat een van de makkelijkste is. Oh. Want je hebt, verder is het allemaal echt iemand met een bandshirt aan. Of iemand die een ballon opblaast. Nee, dan moet je eerst al een ballon vinden. Iemand die voelt. Ik heb een ballon in mijn zak. Ja? Echt? Nice. Moeten we een foto nemen of een selfie? Volgens mij. Oeh. Want als je alleen een foto hoeft te nemen, hoef je niet per se te vragen. Nou ja, een bom omblaad. Bij de meeste opdrachten moeten ze ook iets doen, zeg maar. Dus. Daar is een parkeerplaats. Parkeerplaats kunnen we proberen. Die kant. Oké. Kleiner is dan. Hello. Hi, do you speak English? No. Does someone speak English? We moesten ons alle drie echt even over zo'n sociale drempel heen zetten om dingen te vragen aan mensen op straat. Maar als je dan iemand hebt die gewillig is om mee te werken, dan is het dus heel grappig. We zijn bijvoorbeeld in een café geweest, hebben met een stuk of 8 mannen gewoon gevraagd wie kan dit en wie kan dit en hebben jullie dit en gebrekkig Engels, gebrekkig Frans. En uiteindelijk heeft die man toch 10 rondjes gedraaid en een 5 meter lijn gelopen. Dus dat was super grappig. Super play. Yes, oh my god, yes. Oké, let's see. Esther heeft de eerste foto gestuurd. Ah. Oh, en Martin ook. Oké, dan moeten wij misschien even... Ook iets gaan doen. Ook iets gaan doen, ja. Can we ask you something? Can we ask you something? Do you speak English? No. Oh. Gaan we hier ons tijd aan doen of gaan we door voor mensen die ook Engels kunnen? No? Oké. Merci. Merci. Do you speak English? No. English? No. Oh, dan misschien. I love you, mom. Good morning. Yes. Can you call? But like. I don't have telephone. You don't have. Oh. Ja, maar telefoon. Oh. Ja, maar. Wil je dan doorgaan? Ja, door. Oké. Merci. Merci. Dan kun je alle automerken kiezen. En dan komen we gewoon juist degene die we moeten hebben niet tegen. Ja, ik ga het vragen aan die meneer. Ja, die is 75 of ouder. Go, hij gaat naar binnen. Ik kan toch wel weer, schat. Hi, do you speak English? Oekraïnisch. Oh. Oekraïnisch en French. Sorry, can we take selfie with you? Dat is alarm. Oké.
Oké. Een foto? Ja, with you. With you. En moment. Ja, ik ga vragen hoe oud hij is. Boven 25. Ja, hè? Op een gegeven moment kwamen we een straatje in en liep een oudere man. Die ging, nou, mijn idee in huis in. En toen dacht ik, ach, dat is echt zo'n persoon voor boven de 75. Dus wij lopen daarheen. En toen was het blijkbaar, nou, ik neem aan, een soort priester. Tenminste van een Oekraïense protestantse kerk die daar zat. En die was heel gastvrij en heel lief. En dan gingen we met Google Translate maar zorgen dat hij snapte dat we een foto wilden maken. En we wilden heel graag de kerk laten zien. De vandalisme. Ja. Hoe gaan we dit aangeven? Misschien deze mensen? Oh, wat erg. Can we ask you something? No. Okay. Okay, we are playing a game, and can you maybe ask her mother and tell her she you love her, and can we make a picture? It's just for a game. Okay, but... Oh, but that's fine. You don't have to say it in English. You can say it in whatever language you want. And can we make a picture of it, like you calling your mother? Okay. It's just for a game. Yes. Okay. Thank you. Bye. Merci beaucoup. Thank you. Bye bye. Park in. Ja. Nou, dit was prima, toch? Zij heeft rood haar, toch? Rechts. Oh. Can I ask you something? No? Okay. Ik vind het zo awkward. Ja. En nog steeds laten jullie mij dit doen, hè? Ja. Dat is echt, echt gemeen. Ja, dat is het meest hekel aan. Dus, ja, dus mag ik het gaan doen. Ja. Ja. Hoef ik het niet te doen. Vind ik wel opvallend. Ik heb gewoon snel een foto zo naar achter gemaakt. En ze lopen nu heel erg op de achtergrond. Zou dat tellen? Is het heel erg ver op de achtergrond of niet? Ja, best wel. Waarom ben je al terug? Ik liep een rondje. En toen bedacht ik me, ik kan ook iemand een grap aan Jari laten vertellen. Omdat dat een van de dingen is. Ja, dat klopt, dat mag, als je iemand hebt. Het hoeft van, het mag van de crew zijn. Oh, Arno! Ja, als ik lach, dan is hem voor hem goed gekeurd, dan mag je een foto. Oh shit, nou, ja. Wat heb ik nou weer een druk, jongen? Oké, kijk, ik heb er eentje. Nee, ik heb er... Ja, moet er... Oh, jij moet een grap verzinnen aan mij. Dus... Okay. Ja, nou ja, maakt eigenlijk niet uit. Ja. Nee. Nee, je mag zoveel grappen vertellen als je wilt eigenlijk. Als... Oké. Okay. Wat is groen en rijdt op vier wielen? Dolfijn. Ik heb gelogen over die wielen en die veranderen. Glimlach. Is dat lachen? Je telt dit als lachen. Nee, je moet ook een foto nemen, hè? Oh ja, maar dat is alleen als het bevestigd is. Oké, nou, thank you. Ja, prima. Oké. Hier, die is toch kleiner dan 1,50 en boven 18. Oh my god, ja. Oh, maar dat is misschien een beetje lullig. Misschien moeten we vragen of we met hun allebei over de foto willen. Ja, zo van. Dat doen? We have to take pictures with the... People, dan hoef je hem niet eens te vragen. Hij staat duidelijk voor je wel 1,50. Ja, ik vraag het wel, wacht. Doe jij dat maar. Wacht, weer. Wacht even, ik mag even. Hi, sorry. Can one question. Nous jouons à un jeu. Et devons prendre une selfie. Will you take selfie? What is it, Anna? Please? So, Anna, huh? A selfie? For a game, a jeu. Oh, with you it's also fine. Yeah? Oh my god, thank you. Merci beaucoup. Hey, we are going to be ga je gang. Ja? Ja. Oké. Okay. Nee, merci. Ja, merci voor wat? Ja, voor niks, hè? Ja. Dat is echt, merci voor saus. Ja, precies. Oké, nee, dat redden wij niet.
heb ook niet het idee dat ze hier heel erg... Maar dit is tijdverspilling, want dit ga je... Nou ja. Laten we het proberen. Ja, maar ik vind zulke dingen gewoon... Nou. Oké. Okay. You can just... Yeah, go. One. Two. Ja, ja, ja. Yes. Yes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Maar dat... Nee, maar het... Nee, maar er staat... Oh. Dat klopt. Kijk, jij hebt hem daar. Nee, mag volgens mij... Mag team van de crew? Touché. Touché. We kunnen het wel proberen. Maar ik, ik vraag me af of het mag, iemand van de crew. Maar boeien. Oh, mag niet wijzen zeker. Ik vraag me wel af of dit goedgekeurd wordt. Nou ja. Oké, laten we teruglopen, ook qua regen. Want... Ja. Die ene met die meisjes met de rode haren kunnen we wel sturen. Dat kan, maar ik denk niet dat die goedgekeurd wordt. Ik denk het ook niet, maar... Maar met er iets dan niets. Maar je hebt hem al gestuurd, toch? Nee, ik heb hem niet gestuurd. Doe maar. En in WhatsApp kun je ook een rondje eromheen tekenen. En ik denk dat jij ook niet goedgekeurd wordt. Ik denk dat de crew niet telt. Want bij die andere stond rood haar niet van de crew. Dus ik denk dat dat... I don't know. Ja, meer kunnen wij niet drie, doen. Nee, ja, het is wel 5 minuten over. Ja, nee, maar dat iedereen niet gaat schalen. Kandidaten. Allemaal flink op zoek geweest hier in Salwa naar verschillende soorten mensen. Ik heb veel foto's gezien en ik moet zeggen dat ik best wel gelachen heb. Jullie hebben 7 foto's ingediend. Het zal goed zijn, 700 euro met de dubbele A, 1400 euro in de put. Er was van die 7 foto's 1 dubbele. Dat betekent voor jullie 1200 euro voor de pot. Goed, ben ik mee. Yes. Alsjeblieft. Wat ik heel vreemd vond was dat Tijmen wilde dat we in het Engels gingen proberen in een Franstalig gebied waarvan je weet dat mensen daar amper Engels spreken. Hij zei ook, want hij zei eerst ik heb geen internet. Ik zeg, oh dan deel ik mijn wifi wel. Toen zei hij, oh maar misschien kost dat veel tijd. En dan denk ik, ja je hebt 3 kwartier, hoe lang moet dit duren dan? Weet je, en dan gaat hij vervolgens wel zijn trui in zijn jas en weet ik veel wat, dat ik denk, ja dat kost ook tijd. Maar anders dan ben ik in mijn eentje en die zinnen aan het vertalen en die navigatie aan het doen, dat gaat niet. Bij de laatste opdracht van vandaag gingen we foto's maken op basis van opdrachten die we kregen. En ik wilde eigenlijk per se met Martin in het team, want ik had nog weinig met hem gedaan en ik verdenk Martin wel. Dus dat ging een beetje moeilijk met verdelen, want Isa wilde dat ook, allemaal moeilijk. En uiteindelijk kwam ik met Martin in het team, ook met Isa. En toen dacht ik, nou prima. Eén ding is me opgevallen aan die opdracht. En dat is dat Isa echt nul initiatief heeft getoond. En dat is de eerste duidelijke aanwijzing voor mij dat zij ook de mol zou kunnen zijn. Ze heeft geen moeite gedaan om foto's te maken. Ik heb bij deze opdracht geen verdachte dingen gezien. Dus ik denk dat alles weer in het andere team is gebeurd. Nou, wij hadden natuurlijk afgesproken om per team een deel van de lijst te doen van mensen. En het andere team heeft zich daar niet echt aan gehouden door een van ons te doen. Die wij uiteindelijk ook hebben ingezonden. En daar is natuurlijk één foto uiteindelijk niet in goedgekeurd. Dus ik denk dat daar iets van communicatie verstoord is. Ik vond dat een hartstikke leuke opdracht. We hebben leuke mensen ontmoet. We zijn zelfs in een kerkje geweest wat heel bijzonder was. Een hele lieve aardige man. Dus ja, ik vond het een topopdracht. En we hebben daar toch wat geld mee kunnen verdienen voor de pot. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die de test het slechtst maakt, moet naar huis. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Waarom Ivo verdacht is, is eigenlijk doordat mensen vanwege zijn handicap misschien juist niet bedenken. Denken dat, oh die kiezen ze toch niet als mol. Dat zegt hij ook steeds. Maar nou nee, ik ben het toch
Ik zie hem ook bijna niet schrijven. Het kan zijn dat hij dat allemaal uit zijn hoofd kent, maar het, ja, als mol hoef je misschien ook niet zoveel te schrijven. Ja, ik ga de test invullen op 3 personen. Ik ga hem invullen op Isa, Esther en Martin. Ik heb gewoon een gevoel dat één van die 3 het is. En ik hoop dat de test goed te maken is. Ik ga niet evenredig spreiden op mensen. Omdat ik gewoon echt een heel duidelijk gevoel heb wie het is. En als ik dat fout heb, dat zou kunnen. Maar dan denk ik dat ik wel genoeg heb aan mijn paar antwoorden die ik dan op die andere mensen doe. Dus ik ga op 1 persoon voor, ik zeg 60%. En dan verder heb ik nog 2 à 3 personen waar ik de rest op spreid. Esther is degene die ik meest vreemd vind. Esther zie ik gewoon mollen. Dus ook met haar reactie op die vrijstelling. Dat wist natuurlijk ook al van tevoren dat ze die al had. Ik zie haar gewoon bedenken wat ze dan moet zeggen en dat dan zeggen. Ik zit veel met haar in de auto en dan heeft ze het over de mensen die ze verdenkt. En eigenlijk het enige wat ze tot nu toe tegen mij heeft gezegd is, ik vind het wel moeilijk hoor. Ik heb 3 verdachten. 3,5 verdachten eigenlijk. Ik heb het meeste ingezet op Isa, Martin, Ivan en 1 vraagje op Tijmen. Omdat ik hem toch niet helemaal durf uit te sluiten. Maar ik weet niet of ik het goed heb gedaan. Het was moeilijk. Ja, ik ben eigenlijk heel stoer geweest op de test. En heb ik op 2 mensen ingezet. Eigenlijk op 1 hoofdverdachte. En als ik de vraag niet wist, dan had ik dat gegokt op de andere. Dus ik heb op 2 mensen ingezet. En dat is een enorm groot risico. En ik hoop dat het goed uitpakt voor mij. Ik heb de test op 2 mensen ingevuld. Op Tijmen en op Ivan. En op Tijmen eigenlijk denk ik het meeste. En op Ivan. En het zijn maar 2 mensen. Het is een risico wat ik doe. Maar ik ga er vol voor. Ik speel het spel. Ik heb deze hunch al eigenlijk vanaf het allereerste begin. En ik denk dat ik op het goede spoor zit. Nu al. Eigenlijk degene waar ik de test op in ga vullen, dat zijn Esther, Ivan en Martin voor nu. Die op 3-3 heb ik gespreid. Voor nu vind ik het nog wel lastig om te zeggen wie mijn hoofdverdachte is. Ik denk dat ik, als ik nu echt zou moeten kiezen wie de mol is, dat Esther is. Maar Martin en Ivan die zitten daar wel echt vlak achteraan. Ik vind Martin heel moeilijk te peilen. Ik snap nou, ik had ook het idee dat hij af en toe andere dingen zei dan wat hij gisteren zei. Vandaag zei hij dat hij alles moest opschrijven, dat hij het anders niet kon onthouden. En gisteren zei hij dat hij alles uit zijn hoofd kan. En bij Ivan, Ivan is gewoon wel wat stiller. En ik vraag me gewoon af of hij niet gewoon stiekem wel gewoon de mol is. Dus dat is wel iemand om in de gaten te houden. Ik ben van plan om op 3 mensen in te zetten. Want bij de vorige eliminatie had ik op Helga en JJ ingezet. Nou, die kregen dan scherm, dus die kun je meteen afstrepen. Dan blijven er nog 2 over. Maar om bij de tweede eliminatie al op 2 te gaan, dat vond ik een beetje te veel van het goede. Dus ik heb er nog eentje bij geschreven, gewoon, zodat ik er in ieder geval 3 heb. De 2 die overbleven van de eerste test, dat zijn Martin en Tijmen. En daar heb ik nu ook Ivan bij gezet. Eindelijk, een normale executie. Het is zover, het heeft 3 afleveringen geduurd. We zitten hier met z'n 7e. En na vanavond nog maar met 6. Want een van jullie gaat ook vandaag het spel verlaten. Heel veel twists, heel veel gekke dingen heb je al meegemaakt. Maar helaas, het één van jullie dat vandaag achter. De vraag is alleen. Laten we beginnen bij degene die gisteren eigenlijk zou moeten afvallen. Helga. Ja.
gezicht. Mag er een rondje mee? Dat betekent dus dat heel iemand anders aan de beurt is vandaag. Wie? Van? Je mag afscheid nemen. Bedankt. Ja. Ivan, dat was het avontuur helaas. Ja, ja, helaas. Wat is er fout gegaan, denk je? Ja, van alles. Niet genoeg informatie. Misschien te weinig gespreid, te veel gespreid. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Nee. Ik denk eerder dat jij klaar bent met schrijven. Hallo. Ja, zie je. Oh, ja. Hey. Wat is nou iets wat je meeneemt? Toch wel dat liegen van gisteren, dat tot op mij geflikt is, dat vind ik eigenlijk wel tof. Ik kan jou vertellen, en wat je ermee doet moet je zelf weten, ik heb daar 100 en daar 90. Sorry man. Is oké. Okay. Wat was het leukste wat je hebt gedaan? Het leukste. Dat ze terugkwamen, dat met die bakjes, dat het toch wel het leukste was. Ja. Heb ik mijn twee jokers afgestaan voor 2,50? Ivan, ik ga jou hartelijk bedanken voor je deelname. Graag gedaan. Je mag die kant op. Dankjewel. Dankjewel. Doei. Het viel mij erg op dat wederom Martin heel erg een sleutelpositie aannam. Dus ik heb hem wel geneeld, denk ik, deze opdracht. Maar al die verf die was al helemaal, er zat allemaal zwart in de wit. Ik heb zelfs nog een kwast op een gegeven moment afgeveegd aan mijn voet. Ik dacht, ja, waar moet ik het doen? Oh, aan mijn voet. In de kleedkamer toen we aan het wachten waren, heb ik wel mensen wat van, oh, dat was interessant. Ik heb eerder mensen kunnen uitsluiten dan dat ik moe verwachtte erbij. Anders heb ik een fout. Dat maakt niet uit, je moet meer proberen. Zij heeft één gevonden. Ja, dat zou ik. En ik weet dat er dingen op geld staan. Dus heb ik even goed kijken van nou, wat staat erop en kan ik iets ontcijferen.